La. Roy? Ja? Hé, Roy, we moeten de wortelen even aankijken, want nog niet op alle plekken zijn de wortelen verspreid. Heb je een hoe? Ik wil even een hoe maken. Ja, je hebt een hakbel in je kloe. Je moet een hoe hebben. Tot aan het intro, Roy. Ik sluit hem op. Samen overleven met Roy en Vincent. Zo, Roy. Oké. Okay. Ja. Dat is goed, net is goed. We hebben wat nieuw. Door onze leuke wandeling hebben wij wat nieuw woed gekregen. En kunnen wij met andere kleurtjes doen. Gaan. Oh, maar co-inspecteren. En we kunnen planten, hè? We hebben saplings meegenomen van dat woed. Oké. Okay. Net is goed, toch? Dus kunnen we ze planten en dan. Krijg je meer woed ervan? Oh ja, want ik heb een acacia woed. Acacia heb ik bij me en voor de rest heb ik niks bij me. Eén acacia. Nou, wat kunnen we planten? Gewoon buiten de door? Ik zeg, plant jij anders even wat aardappelen? Oh ja, maar ik heb alles al geplant. Wacht, ik plaats voor hier zo, ja? Ons trots. Oh. Ons grote trotsje. Oh, mijn gamebox staat aan. Damn. Oh, stom. Oh. Dat had ik net ook. Wat stom, sorry. Dan moet ik hem wel eerlijk verwijderen. Zo, en dan pak ik die niet meer op, want ik had er maar één. Excuus mensen, sorry. Ik moest even net wat mensen weghalen, want iemand had een heel gebouw gebouwd daar. En we hadden gevraagd aan mensen of ze niet in onze buurt wilden bouwen, omdat we dan ons huis later kunnen upgraden. Dat is makkelijk. Roy, ik heb... Even kijken, hoeveel aardappelen heb ik? Ik heb geen aardappelen meer, joh. Ik heb alleen nog peenworteltjes. Iemand zegt, liefje Kroeber. Oké, dan moet ik eventjes, Ja, had jij dat niet neergezet, dat bordje? Zag ik net ook? Nee. Oh. Nou, ik ga even de wortels pakken. Zo. Heb je nog worteltjes nodig, Roy? Eten of niet? Wortje. Nee, ik heb er nog genoeg eigenlijk. Oké, tof. Oh, heb je nog je hoofd hier? Hier zijn nog twee van die, paar gaten nog ja, hier. Ja, ik heb er nog een hoofd. Ben je zeker net op gaan staan, hè? Nee, ik kwam het tegen. Ik denk dat we het even gaan zien. Ja. En anders van die bomen gaan planten hier ergens. Ik heb voor het huis één geplant al. Oké, okay, ik heb er nog twee. Oké, okay, ja, je kan er één in de tuin doen als je wil. Als je het leuk vindt. Ja, waar je plaats is. Ik zal... Zo, Roy, dan kan je zien als wij even op pad gaan. Even de wildernis in, dan kunnen wij ons huis niet met rust laten. We moeten echt op ons huis letten, Roy. Hè? Ja, inderdaad. Anders hebben we de grootste problemen dadelijk. Oh. Tegen alle buitenstaanders. Kom misschien door het aapje wat we vonden, hè? Dat gemene aapje. Oh, natuurlijk. Ja. Oh, Roy, zit jij naartoe te kijken hoe ik het allemaal plant? Ja, ik was even gaan kijken. Nee, ja, dat doe ik gewoon heel netjes. Ik weet dat ik dat netjes doe. Ik heb gewoon, ik heb mijn vingers ervoor. Ja, ik heb mijn vingers ervoor, hè. Oké, ik plant. Moet je alle wortels pakken dan? We hebben wel veel, hoor. Maar het is wel netjes. Al even alles doen. Ja, ik weet het. Het is even werk, jongens. Maar we moeten gewoon dit even netjes doen. Oh, je hebt nog je hoofd wat vergeten. Maar maakt het op zich niet uit. Oh, wat? Ja, hier zo, aan de buitenkant. Oh, je helpt even mee. Dat zal heel veel schelen, tijd. Ja. Als jij dat weghaalt, dan plant ik het. Hé, dat is nog beter. Dat is echt teamwork. Hier. Ja. Hij had... Handig joh, zo. Oh. Ja, nice. Oké, en dan kunnen we dat, die suikerriet gaan we ook nog even maaien. Zo, dan hebben we alles bij de hand. Oh, je hebt hem daar geplant, maar dan groeit hij niet hoor, Chat. Ja, weet ik niet. Ik denk het niet, hij heeft een groter gebied nodig. Ik heb hem erachter geplaatst, zie je het? Oh, daar staat er nog een naast. Oh, je hebt ze daar neergezet. Oké, tof. Ja, ik heb ze een beetje, ik weet niet hoe dik ze zijn. Ik weet het ook niet, joh. Ik weet wel dat we even kijken. We hebben een aantal chests. Ik heb nog niet alles met science gemaakt. Heb jij toevallig science bij je? Ik weet dat hier de eentjes waarin kunnen. Nee, die hebben we net in de wacht. Heel even. Oké, pak je een paar science? Misschien heb jij idee om alles up te create of in te doen. Cobblestone, hebben we daar wat van? Nee. Even kijken. Dirt hebben we meegenomen. Ik heb trouwens een grasblok. Oké. Okay. Oh, die heb je waarschijnlijk dan net zo met game mode. Oh, ja, dan moet ik die even dumpen. Zo, weg grasblok. Kijk hoor, leather en wat lilac. Misschien kunnen we... Oh, ik heb een sign, thanks.
planten, planeten, planten en hoe noemen we dat? Decor, decoratie. Dus dan doen we daar de decoratie dingen in. Plantjes. Kijk, ik heb hier wat bloemetjes. Ik heb wat... ik weet niet of slaps daar ook bij horen, decoratie. Ik vind het van wel. Hey, ik heb nog 18 potatoes. Echt? Ja. Oh, nou dan plant je ze. Ja, dat gaat niet meer. Oh, het is vol. Ja. Wacht, dan halen we gewoon een paar wortels weg. Kijk, ik weet dat hier... Hier hebben we de aardappelen geplaatst. Even kijken. Oh, hier. Oké, okay, dus dan... Misschien hier. Oh. Ja, hier is ook eens planten. Hoor. Hoeveel hebben we nog? Doe maar hier zo. Ja, ik zie het. Ja, tof. Oké, okay. Hebben we nog over? Hoeveel? 6. Zo, alsjeblieft. Nou, die gaan lekker groeien. Dat boompje pak ik ook mee, want die gaan we even ergens zetten waar een beetje voor het huis, denk ik. Oké. Okay. Oh, hij groeit al. Hij is gegroeid. Echt? Een boom, ja. Oh, leuk. Want dan kunnen we die kappen, joh. Oh, wat grappig. Kijk, ja, joh. Hij gaat ook echt zo. Ja. Dan kunnen we gaan kappen en dan kunnen we dat hout gebruiken. Want dat is echt heel mooi hout, joh. Rood. Kijk, dan moeten we wachten tot er uit die zeppelins wat komt. Oh, dat groeit best wel snel, joh. Hier nog een bordje. Dat groeit echt snel. Oh, er groeit al. Er kwam al eentje naar beneden. Nou, dat is mooi. Dan kunnen we onze eigen bomen maken hier. Dan moeten we wel die oude ver weghalen of die omhakken en dan omtoveren in die acacia. Was dat acacia boom? Acacia, ja. Ja, acacia, oké. Okay. Zo. Ik heb nog meer hout, want we moeten trouwens ook wel hout verzamelen, denk ik. Voor bij ons. Oh, er valt er eentje uit. Ja, wil je extra hout voor de winter dadelijk? Ik weet het niet, is er ergens nog een chest met eieren? Want daar hebben we ook heel veel van. Eieren? Wat heb je met weer met eieren doen? In een chest stoppen. Oh, die heb ik al bij de eieren chest. Kijk. Waar dan? Kijken. Als je zeg maar in de, bij de kipjes komt, bij de chatjes. Kijk, dan ja, heb je zeg maar. Er staat er een grote chest hier aan de zijkant. Maar, en daar drop ik alle eieren in. Ja. Ja, die kippen bedekken dat allemaal. Kijk eens hoeveel eieren, joh. Jeetje. Clarabel heeft weer lekker eieren gelegd, hoor, Robbie. Clarabel is een koe. Ja, nou, die kip heet Clarabel. Oh, oké. Okay. Oh, er zitten eieren bij, er zit zoals kippen bij de... Bij de... Oh. Cute. Oh, zombie! Ja, die zit vooral... Wat? Die zombies. Ja, die zombies, maar we hebben ook heel veel witchen. Ja, maar ook... Echt net, ik werd aangevallen door zombies, joh. Ja, joh. Nou, ik heb weer eieren. Ik zal er even één droppen. Oh, niet op die manier, jongen. Ik wil wel een paardje eigenlijk. Ja, maar je kan een paardje. We hebben al paardjes. We hebben van Rika en Noël hebben gekregen. Rika is Noël. Rika en Noël. Van Rika, Riki en Kiki. Riki en Kiki. Oké, ik ga even mijn spullen, Roy, want we hebben een paar signs gegeven. Ik maak ook een voorraadje met armor. Of met, hoe zal ik het noemen, wapens? Is dat een goed idee? Oké, dan... Doe ik hier wapens. Kijk hoor, wapens. En armor. Dus noem ik het wapens en armor. Oké, dan doen we dus... ik doe er gewoon wat dingen op volgorde in. Dus kijk hoor, de axes. De pickaxes doe ik bij elkaar. En... Wat is... Ik wil wat meenemen uit de chest. Wat wil je nog mee? Ja, ik heb... Wat wil je nog meenemen? Wat zooi. Ja, doe maar. Van de armen ik... of wat dingen. Ja, ik denk dat je hier wel... Hoezo hebben we nog 38 chesten? Hoe bedoel je? We hebben echt heel veel chest. Hoe kan je dat zien? Hier in de kist zitten er nog. Oh, klopt. Ja, die heb ik expres gemaakt. Extra veel. Nee. Sorry. Je weet hoeveel me nooit. Hoeveel stacks heb je wel niet gebruikt? Oké, wapens en armor. Even kijken, wat kunnen we nog meer? Wood gebruiken. We hebben cobblestone. We hebben cobblestone ster slabs. Oké. Hier heb je nog een sign. Daar hebben we niks van. Ik heb nog wood. We moeten in de wood chest. Zo. Gaat allemaal bij elkaar. Dan hebben we nog dieren. Nee, dieren en... drops. Dieren, drops en... En mobs. Mob. Mob drops. Gewoon mob drops noemen? Ja. Mob drops. Oké, okay, die komen hierin. Dat is dus lekker breed. Dat kunnen we... De boom hier wil ik gebruiken. Maar arrows. Wat nog meer? Ja, ledder, maar die gaan we even in de kist doen. Kunnen we niet ergens
Even kijken hoor, dit voorraadje. Ik heb nog spulletjes die ik wil dumpen, joh. Ik heb kool en ik heb boomiew. Dus wat ik nu ga doen is heel slim. Ik ga boomiew maken en dan ga ik dat gebruiken op de aardappelen. Zo. Dan hebben we extra veel aardappelen. Zo, Rowan, oh my. Extra aardappelen. Ben je er klaar voor? Ben jij degene die zoveel pressure plates heeft gemaakt? Ik denk het wel. Ik heb een ongelukkig foutje gemaakt met toen ik slabs zou maken. Waar liggen die? In de... Waar zo? In de wood chest. In de wood chest? Ja. Oh ja, klopt, die plates. Die heb ik te veel gemaakt, joh. Ik wou slabs maken om die zijkantjes te maken. Dat was echt vreselijk. Maar ik heb 17 aardappels, Roy. Dus dat wordt planten weer. Oké. Okay. Dingen overzetten naar de schuur. Kijk hoor, is hier nog ook aardappeltjes. Zo. Ik doe even de pintjes doe ik even om in aardappelen veranderen hoor. Oké. Okay. Zo. Ja, want ik heb hier nog een aardappeltje. Ik kan dus daarin. Zo. We zijn lekker bezig met de farm, Roy. Oh, lag hier nog allemaal spullen. Ladder? Is die... Huh? Er liggen allemaal spullen, joh. Ook. Wat dan? Ja, allemaal spullen van iemand. Ik denk dat iemand dood is gegaan hier. Nou, ja, dan pak jij die spullen op. Ja, dat was mooi meegenomen. Dat was een paar ladder. Waar gebruiken we ladder voor eigenlijk? Waarom hebben we dat zo hard nodig? Voor boeken en dan... Oh, jee. Waar moet ik dat inleggen? Even kijken hoor. Ik doe dat even in de... Iron hebben we sowieso. Oh, you better not grieve. You better not grieve. You better not... Ja, er staat iemand op het dak, zeg maar. Er staan twee mensen op het dak. Oh jee. Overtjes laten we gewoon in ons huis, toch? Ja. Ik gooi er alle kool in. En bijna alles is met stek. Goed dat we die kool hebben gevangen, hoor. Echt, ik zeg je eerlijk. Kijk, ladder doen we hier. We hebben 27 ladder. En ik ga nu wat dingen vervoeren uit de andere kisten binnen. Carpet zie ik hier. En dirt. Nou, die dirt gaan we meenemen. Zo, ik sloop even die kist op een hele foute manier. Ik weet het, we kunnen beter zo slopen. Zo. Ik ga het weer vervoeren. Hebben wij een kist voor glas? Oh, er komen mensen kijken in de buurtje. Nou, maar ze mogen kijken, dat maakt niet uit. Even kijken hoor, wat hebben we nog meer? Ik heb hier dirt, dat moet in de dirt chest. Dirt, hier zo. Ik moet een beetje hebben, als we een beetje veel te doen... Oh, hoe kom je nou weer aan 17 aardappels? Zit het erin? Oh, dat zat er nog in van vorige keer dan waarschijnlijk. Oh jee. Wat raar. Oh jee, ze komen dingen geven en... Oh jee, komen ze dingen geven? Nee! Oh jee, ja, kobbel, daar hebben we echt veel aan. Kobbel tanks. Nou, alle beetjes helpen toch? Maar we hebben al echt heel veel stacks. Wel lief. Yeah. Gravel hebben we ook. Even kijken, oakwood heb ik. We moeten allemaal sorteren, jongens. Dit hoort gewoon bij Minecraft, dit, hè? Even kijken, oakwood gaat er ook in. Ik doe gewoon alle wood in één ding, hoor. Oh, hij wordt naar buiten. Dan hebben we nog de plantendecoratie. Oh, hier zijn er heel veel mensen. Ja? Oh, ze komen even buurten. Nou, leuk toch? We hebben kippetjes, dat doe ik bij de etenswaren, maar die zijn nog niet gekookt. Dus die gaan we eerst even koken. Oké. Okay. Ik ga ze even in de oven gooien, Roy. Zo, pak die hen op in één keer. Zo, die gaat gekookt. En ik gooi dat. Dan kan ik hem. Kijk, Roy, ik heb overal wat ingegooid. Lekker kippetjes, rauwe biefstuk. Oké. Okay. Waardevolle spullen, daar moeten we echt mee uitkijken. Want er zit echt. Die gaan we gewoon in de kamer bewaren, vind je niet? In ons huis. Waardevolle spullen. Ja, de diamond en de gold en de iron. We hebben veel iron trouwens. Ja? Ja, we hebben 1 stack en 11. Dus. Dat is wel aardig. Kijk, had jij iron eruit gehaald? Nee, daar heb ik nu iron. Oké, en nu hebben we dus 16 iron. Oké, hebben we een wool chest? Nee, nog niet. Oké, dan ga ik niet hier in de schuur dan. Oké, nou, dan maak ik die eventjes. Waar zal ik hem maken? Maar moeten we echt een wool hebben? Kunnen we dat niet ergens dumpen bij een andere chest? Bij decoratie ja, ofzo? Je hebt hier ook nog kleine chests op zich. Ja, nee, ik kan hier toch doen, Shot. Kijk hier. Wool. Is het W-O-O-L. En dan decoratie. Kijk, doen we gewoon één chest. We hebben toch nooit zoveel, goed. Joh. Kijk, doen we hier gewoon al die carpets in. Even kijken wat ze nog meer hebben. Die neem ik wel mee. Zo. En doen we die erin. En wol. En hebben we dat alles?
Ja, hier nog carpet zo. En hier nog wol. Ik heb bijvoorbeeld nog boeken en... Oh, die kunnen we ook nog ergens voor gebruiken. Waar denk je dat we dat voor kunnen gebruiken? Voor boekenkasten. Ja. En dan kun je die bij de enchanting table zetten. En dan kunnen we onze armor en zo enchanten. Voor hoge levels. Dus dan is het beter. Zou ik boeken gaan maken? Ja, is goed. Oké, dan waar horen de toortjes bij, denk je? De toortjes. Maar zou ik die beste droppen? Zou ik die gewoon binnenin droppen? Want die hebben we denk ik wel nodig. Mob drops. Ja, ik denk het. Glas. Hebben we al eentje voor glas? Een bordje? Even kijken hoor. Waar zou dat... ben je natuurlijk. Zouden we dat bij Zijn we alles aan verplaatsen? Dan ga ik alles hier zoeken. Sorry, wacht. Ik ga iets glas maken. Een glas. En ik doe dan ook zand. Ja? Dus dan doen we alles zand en glas. Doen we dan in één bak. Ook. Oh, iemand slaat. Hey. Hey. Je hebt een puffy vis. Ik heb een vis laten vallen. Oh. Kill hem. Oh. Nee, natuurlijk niet. Oh. Hij eet hem op. Hij eet hem op. Hij eet hem op. Kill it. Ik heb lava. Doe je het toch niet? Hij wordt serieus gepoisoned. Oh, hij is echt gepoisoned. Oh, dat ligt meloen. Lekker. Oh, hij pakt hem op. Lekker voor hem. Trap. Nee. Hallo Irma. Kom even kijken wat we hebben gedaan allemaal in die tussentijd. Hey, kom even kijken wat jullie hebben gedaan. Kom maar. Nee, Irma alleen. Irma heeft paspoort. Heeft ze zo'n mooie puffy fish en dan gaat hij hem opeten. Ga naar de voordeur. Ga naar de voordeur. Snel, ja. Voordeur? Ja, kom maar. Er staat een zombie. Oh. Is dat een zombie? Ik spring wel over dit hekje. Oh, zombie. Kom maar. Hallo. Ja, snel. Snel. Ja, goed. Nou ja, okay. Vincent, heb je mijn vis nou ingelijst? Ja, nee, dat is Roby's eerste vangst. Wauw. Leuk, hè? Super. Nou, deze aflevering mag wel iets langer worden dan de normale aflevering. Want het is aflevering 20, Irma. Hoe vind je dat? Yay. Ja, dat vind ik geweldig. En we zijn iets heel saais aan het doen, weet je wat? Nou? We zijn aan het sorteren. Heb je nog leer? Wauw. Die heb ik 27 hierin. Wat? Kijk maar. Ja, er zit 27 in. Ik heb een spongeblokken. Het allemaal met spongeblokken. Ja, die zijn van mij. Serieus? Ja, ik liet ze net vallen. Oh, lief. Nou, dan doen we die bij decoratie. Nou ja, of hoort die bij... wel hebben. Ja, die horen we bij decoratie. Even kijken. Weapons en armor. Nou, dan gooi ik wel even de... Trouwens, er zit iemand aan de deur te rammen. Ja, dat is een zombie. Zombie. Trouwens, Irma, je mag van ons wel een worteltje hebben als dank. Want we hebben best wel veel worteltjes. Kijk, en dan even kijken hoor. Oh, de aardappels zijn weer aan het groeien. De aardappels zijn weer aan het wortels. Ja, de aardappels zijn weer aan het groeien, joh. Het is weer een goed seizoen voor ons in de kas. We hebben aardappeltjes gevonden in de village. We zijn op pad gegaan. En toen hebben we... Ja, toen hebben we dat zeg maar meegenomen. Wat doen wij even? Wow. Trouwens, killde ze en toen... Custom Pro staat veilig, denkt hij. Maar hij wil hem aanvallen en het lukt hem niet. Oh, het lukt hem. Ah! Custom Pro, ik had je vertrouwd! Er staat iemand aan de... Ja, wie staat aan de deur? Oh, je beneden. Wacht, ik ga hem doden. Ik heb alleen geen zwaard meer. Ik heb hem weggedaan in de chest. Maar staat hij buiten. Ik laat ze vrij. Ik kom dat ik hier was. Oh my god, zijn... Het is echt veel. Uh-oh, zombie-invasie. Even één. Kijk hoor. Dat zijn mijn neefjes, hè? Ja, leuk joh. Oh ja. Oh, Oké, ik neem deze mee. En dan deze ook, want die is bijna kapot. Dat is efficiënt. Hoi, Roei. Hebben we nog wel wat spullen? Ik wil ontzettend houden. Kijk, want we hebben hier we hebben nog niet alle chesten genaamd. Want we hebben nog van die twee van die kleine chesten. Daar kunnen we ook nog spullen in doen. Wat doe je daarin? Oh, hoe heet die chest? Hoe gaan we die noemen? Ik heb wel een sign. Ik weet niet, doe maar enchanting. Enchanting. Ik heet gewoon enchanting zo. En dan hier, er zit nog niks in. Zullen we hier in die kleine alle torches doen? Nou ja, dat wordt wel heel veel, denk ik. Dat lijkt me wel leuk om een cauldron te maken, maar ik weet niet hoe dat maakt. Oké, nou ik Volgens mij moet je dan naar de nether.
Weet je wat, ik gooi... Heb jij nog signs voor me? Sign? Helemaal. Ja, die zit hier in de root chest. Oké, Roy, dan doen we hier al het torches in. Torches, zo. Torches. En de kleine. En dan hebben we nog 2 kisten over voor verzamelingen. Heb je nog idee wat we daarin kunnen doen? Misschien gewoon de rest van de troep ergens overige. In. Ja, overige. Als je niet weet waar het in moet, stop je het daar lekker in. Ja, en anders, als je gewoon even snel je dingen moet kwijt willen, dan kan je nu ook gewoon daarin droppen en doen we later dat sorteren. Ja, goed idee, toch? Nou, tof. Prima. Nou, hebben we lekker het t-shirtje. Wat kon je van die suikerriet? Die kon je toch 3 naast elkaar plaatsen? 3 boven elkaar. Oh ja. Dan is die volgroeid, zeg maar. Hij heeft de aardappel gestolen. Echt? Oh, hij geeft hem terug. De heilige aardappel. Oh, ik kreeg iron van Lars. Dat is lief. Oh. Hij heeft gewoon 2 aardappels. Zonde. Ik plant ze wel weer. Ik heb nog 2 wortels voor je. Lief. Ja jongens, dit is allemaal gekweekt. Maar die wortel van Erik, hè, die ging ook naar een village. Weet je nog, Roby? Nou, dan gaan we Erik. Oh, ja, Erik heeft het gehaald, ja, de beginaflevering. Ergens in het begin. Zo, Roby, we hebben veel, joh. We hebben 24 hamburgers. Zo, we hebben echt veel gekookt, joh. 32 gekookt pork chop. Zo, eten, jongen. Nice. Lekker, man. Kippies ook. Ik kom eens naar de kippenvorm. Ja, en we hebben, even kijken, gunpower. Ik denk dat glowstone power en zo, dat we dat ook wel ergens kunnen doen. Mijn rails. Ik weet ook niet wat daarmee moet. Lapis. Ik pleur dat ook maar gewoon in die chest dan met redstone. Dat doe ik ook met overige items. Ja, dat weet ik ook. Netherrack. Ik weet ook niet wat we daarmee kunnen doen, Roy. Ja. Lars bewaakt de deur, volgens mij. Hé, je hebt een gat gemaakt in de grond. Echt? Waarom dat? Ja, ik dacht, misschien is het handig, van dan kunnen we binnendoor gaan. Maar ik ben nog niet klaar. Een tunnel! Oh, dat is een goed idee. Weet ik. Dat is leuk. Dat is geheim. Is misschien wat sneller of zo, ja. Ja, wie weet. We moeten even kijken hoe dat beneden gaat, Irma. Ja, ik maak hem zo nog even. Ja. Mag ik vissen niet? Jawel, maar dit is niet daarvoor geschikt, Irma. Nee? Nee. Giftige vijver. Oh, je hebt al een tunnel gemaakt, Roy. Grappig. Oh, wauw. Giftige vijver. Oh. Snel, hè? Oh, dan heb ik nu al giftig. Ja, wacht, ik ben nou aan het vissen. Wacht, zal ik hier ook een beetje kapot maken? Oh, wauw, ik heb ook nog kool gevonden. Serieus, hier beneden? Ja. Hier moet je hout droppen. Ja, wacht. Komt eraan. Maar serieus, moeten we dit trappetje niet verder naar achter doen? Ik vind hem zo... Ja, het is wel in het midden, ja. Maar het is wel... Ik weet niet. Ja, het kan op zich wel. Ja, het kan wel. Ik vind het ook wel. Niet zo. Waarom licht... licht... Wat? Het is oh, licht. Oh ja, daarom. Weet ik niet. Kan je de... Even kijken, we moeten de normale kleur pakken van die... een beetje... Kijk, anders komt het niet mooi overeen, denk ik. Ben jij je zeker? Nee, het is gewoon mooi maken. We zijn zo goed bezig. Oh, ik dacht dat je de vloer bedoelde. Nee. De zijkant. Maar dan dezelfde kleur als wat we daar hebben. Dat is mooi. Mevrouw, jij bent altijd van de kleuren. Ja. Voor survival maakt het niet uit. Survival moet ook een mooi huisje, hè? We zijn natuurlijk aan het streven natuurlijk. Mensen, we gaan de video afsluiten, want we zijn zo lang bezig. Bedankt voor het kijken naar aflevering 20 alweer van Overleven met Roy en Vincent. Irma, kom over even kijken. En wie weet zien we Irma volgende keer ook wel weer terug in de nieuwe aflevering van Overleven met Roy en Vincent. Dus Roy, ook jij bedankt. En ook de mensen hier buiten staan om te gluren. Kasten, Bro, zie ik Quincy, Rijk. Die komen voor in aflevering 20. Dus dat duurt toch even voor jullie. Echt, hè? Doei, doei! Bye, bye. Doei, doei. Doei. Wow. Zo, daar ben ik.